Missie 1. De brei. Like the right size. Kijk je wat vragen? Allee, ja, heeft dat als ik gewoon zo drie boontjes koop of zo? Ja, hij heeft ze echt gemocht. Oef, gelukkig. Drie Concorde voor een euro of wat? Voilà, we zijn weer onderweg naar een uur. Nee? Yes, the secret location. Oh shit. Ja. Wow. Ja, tegen dat we daar gespeeld en tegen dat in een volgende line is en dat alles speelt, dan is het een secret location. Nee. We beginnen met secret, we de secret te verklappen. Het is like Game of Thrones begin met het einde. Het is eigenlijk een 30 jaar terug. Ja. Waarvoor dat mogen spelen. Waarvoor bedankt Lies. Dat is wel Lies. Zo kunnen die ouders niet meer met elkaar omgaan na deze show. Omdat ik met je moeder ondertussen bezig ben. Maar hé, hey, wat gebeurt er? Is het voor de oorlogsslachtoffers. Een prachtige bouquet bladjes. Het zou een machtig blad met de logo zijn. Voilà, we zijn in Vuurne. En we gaan een keer gaan kijken, want er staat daar een hoofd. Straks is het dingen. Van achter gezien is het gewoon al terug. Boobies! Oh. Het is Argus Vilder van Harry Potter. Ja, Argus Vilder van Harry Potter. Ze noemen hem hier Paul Delvaux. En Kevin saw a statue. Dat is wel echt hoor. Taxa, komt zelfs de kak al uit. Zet de scheiterij. Well, period. Juri, moet ik komen kijken? We hebben een pop gevonden. Juri, de grotten van Ham! Het is lekker dat ze blind is voor de zonne en de zonne zit aan de andere kant van de hoofd. Oh, kijk, een prieeltje. We kunnen hier nog comedy doen. Ja, oh. En waar is het? Waar doe je comedy? Voor het beeld van de blote vrouw en het prieeltje. En het hoofd van Argus Vilder. Er staat haar op de pruim. Zeg, het is wat tjoepen zeg. Zeg ik de taten van Delfin. Oh, dat ga ik er niet op zetten. Dat wordt geknipt. Alleen niet de taten van Delfin. Allee. Ha, ik had toch nog film. Kijk, ik zie je wel niet. Waar? Het is lekker Juri die zijn arm uitstrekt en dat flapt dan daaruit. Wat een goocheltruc! Kijk eens, ik heb je kop tot nu een keer duren. Ik zwijg al over Game of Thrones, het is Harry Potter! Kijk je kop tot duren, Kevin? Nee, dat kan niet. Wat wil dat zeggen? Ik had even uren alleen mogen spelen. Oh, voor jou, weet je wat. Ik ben moeite voor die deur om te zien. Oh no, I'm under attack. Ja, het is donker. Het is een surprise act. Het is een zodanige surprise act dat niemand op de hoogte is dat wij moeten spelen eigenlijk. Juri, het zit aan pogingen, ik weet niet, 20 om te bellen. Oh, I'm gonna grab me a pussy. Ondertussen ga ik even mee met Kevin, want he's going to grab a pussy. Niet te dicht bij de locatie of ze weten dat we er zijn. Ja, echt wel wat iedereen dat ik kan dus. Hé, hey, we zijn wel mega famous, hè.
Was that sarcasm? I think it was. I'm... Het verbonden met de mailbox van... Lies. Lies, lief op te nemen. Het is nu al te laat. Mensen aan het lopen, maar ze hebben gehoord dat Dead Serious komt spelen. Ja, dat is wel super. Ik zag net een nieuwsgrond. Kom dan. Voilà, we zijn op weg. Daar is die prijsding. Kijk, voilà, daar is de locatie. Ze weten niet dat wij gaan komen. En wij weten ook niet of we daar eigenlijk gaan binnen gaan. Ik heb echt geen idee wat dat gaat worden vanavond. Maar we zien al, we gaan het beste van maken. En hopelijk gaan ze lachen. Op de bus met een lege pen. Nee, vandaag niet. Vandaag niet, schat, we maken een PG-sessie van. Een comedy collectief van drie verschillende gasten die op zoek zijn naar podiums. Dus hebben jullie een jeugdhuis of een zaal of een café of gelijk wat, wat dat jullie een comedy evenement willen organiseren? Laat ons iets weten via onze Facebookpagina. Die verschijnt hier. Nee. Of hier? Ja. Wat was hier? Ja, hier. Maar die daar bijvoorbeeld. Penis.